Laat los die trofeeën daar. Phoebe? Ik had kunnen weten dat jij het was. Tuurlijk. Ik ben de enige hier die om het kwaad lijkt te geven. Exact. Dat klopt. Nou, breng je me terug bij pa en ma? Eigenlijk? Wat als ik jou nou laat gaan? Jij kunt dan doorgaan met je malle plannetjes en ik kan oefenen op jou stoppen. Dat is toch een win-win? Nou ja, voor mij dan, want ik win altijd. Oké, ik accepteer je uitdaging. Maar als ik win, reken dan maar dat je dat goed zult weten. En je krijgt me nooit te pakken. Oh. De deur had me te pakken. Niet jij. Ik had bijna de juwelen te pakken. Ik had bijna die olifant kunnen ophol. Ik had bijna gefaald om je te pakken. Niet waar hoor, het was makkie. Oh, ik werp mezelf al naar binnen. Ik geef het niet op! Oké, een beetje opschieten, Max. Ik heb een auditie waar ik een... Wow. Verslagen door een deur. Ik moet denk ik minder mijn best doen. Mijn hoofd komt bijna los van mijn lijf, dus help me even. Oké, goed. Ik red je wel. Alweer. Ik ben niet degene die gered moet worden dit keer. En waarvan moet ik precies gered worden? Oh, gewoon 's werelds enige goud aantrekkende magneet. Maar wow! Max, dat ben je van plan! Zie je deze buizen? Ze brengen het water naar het dorp en ik ga ze smelten. Met dit salpeterzuur. Waardoor Schuildorp een woestijn wordt. Ha, Maxi T is goed bezig! Oh, misschien kan ik de draden smelten. Oké, het enige dat mis kan gaan is als de polariteit omdraait en... Ah! Je moet hiermee stoppen. Te laat. Het zal Peter zuur baant zich al een weg door de buis heen. Ja, daar ben ik niet zo zeker van. Het is geen salpeterzuur, het is gewoon fruitzuur. Oftewel, verse sinaas. Ik wil dit dorp vernietigen. En niet een uitgebalanceerd ontbijtdrankje uitdelen. Ik moet dat sap tegenhouden. Aha, de afvloeipijp. Max, wat heb je gedaan? Nu krijg je verstopping en gaan de pijpen barsten. Niet zo dramatisch, Phoebe. Zag je mijn goede techniek? Het was echt zo'n goede auditie geweest als ik hem niet had gemist. Dit is genoeg. Dit is niet mijn fout, maar die van jou. Oh ja? Hoe kom je daarbij? Jij wilde Schuildorp vernietigen, je uitgeperste oen. Dat komt door jouw domme uitdaging en omdat je zo opschept over je reddingsdaad. Waarom maak je je zo druk om mijn plagerijtjes? Omdat alles om jouw weg naar de top draait. Mijn kwartaardige ontwikkeling staat op een laag pitje en jij hebt mijn leven gered, het dorp gered, dat rare ding met je been geleerd. Hoe is dat fysiek mogelijk? Ik ben niet zo goed als je denkt, oké? Wat ik heb gedaan was echt niet goed. Jouw vraag om slecht te zijn. En dat ik zo opschepte over het redden van al die levens, zoals het jouwe. Doe je het weer? Sorry. Laatste keer, ik beloof het. Alarm. Systeemfout. Maak gereed voor ontploffing over 10 seconden. Er moet een manier zijn om het systeem uit te schakelen voordat het ontploft. Oh, daar. Draai die toevoer dicht. Max, ik heb geen handen vrij. Jij moet het doen. Je bent zo lui. Red het dorp gewoon. Systeem hersteld. Max, het is gelukt. Je hebt Schuildorp gered. Nee, ik heb jou gered. Dus we staan weer kiet. Oké, best. Hey, waar zou al die sinaas heen zijn? Wat maakt het uit? Eindelijk is Max op weg naar de top. En nu is Max op weg naar de bodem. Chocola, Max?
Anders zeg eens cheese. Cheese. Volgende. Thunderman. Dit is Dark Mayhem van de Bond van Meesterschurken. Ja, ja. Leuke grap, Phoebe. Dit is geen grap en ik ben niet Phoebe. Of denk jij dat je zo slim genoeg is om je computer te hacken? Nora misschien, maar Phoebe absoluut niet. Wauw, Dark Mayhem. Je bent zo cool. Als ik later een superschurk kan worden, dan wil ik jou zijn. Als je duistere kant net zo goed is als je geslijm, dan ben je al aardig op weg. Je hebt echte superschurktalenten. Zo, hey, dat is vet cool. Ik wist het wel. Ik bedoel, bedankt, hè. Cool. Goed, en nu? Word ik gelijk wereldheerser? Of beginnen we met een meet-and-greet ontbijt of brunch, wat jou het best uitkomt? Stilte! Voor je wordt toegelaten tot de Bond van Meesterschurken, moet je een test afleggen. Om te bewijzen dat je alles zult doen wat wij je opdragen. Maar dan ook alles, zonder vragen te stellen. Ja. Gefeliciteerd, Max. Je bent nu officieel... beetgenomen. We kappen ermee. We sluiten een wapenstilstand en daarmee is het klaar. Deal? Auw! Het is pas klaar als ik zeg dat het klaar is. En geloof me, het is nog niet klaar. Ja, goed. Die lol gun ik je dus niet. Als jij geen eind maakt aan die grappen van je, dan doe ik het. Oh, zijn dit al je grappenknopjes? Phoebe, bij mijn bureau weg nu, ja? Oeh, word ik al warmer? Waar is die grote rode voor? Die ziet er belangrijk uit. Daar mag je niet op drukken. Dus ik mag niet op de grote rode knop drukken? Oké. Oeps. Dat is de zelfvernietigingsknop. Als jij gestopt was met die grappen, dan was dit nooit gebeurd. Is dit super schurkengedoe dit nou echt waard? Zeker weten. We krijgen coole kostuums, een schuilplaats en een sikje. Echt lachen. Totale vernietiging over 60 seconden. Oké, nu even niet. Waarom dan, Max? Waarom wil je zo graag een superschurk zijn? Je zit in een familie van superhelden. Daarom juist. Ik wil me onderscheiden. Kijk naar jou. Je bent een kei in goed zijn. Iedereen ziet een van de beste superhelden ooit in jou. Echt waar? Het gaat nu over mij, ja? Wat voor keuze had ik nou? De nummer 2 zijn in goed zijn of de beste in slecht zijn? En ik wil de beste zijn. Dus eigenlijk... is dit jouw schuld? Nou, fijn dat je me dat verteld hebt. Jammer dat je er pas 30 tellen voordat de boel ontploft mee komt. Vaarwel, Max. Ik heb altijd van je gehouden. Zelfvernietiging over 5, 4, 3, 2. Nu is het klaar. Goed, wapenstilstand, akkoord? Ja, mevrouw. Mooi. Creepy radar. Een gadget dat de misdaadcijfers van jaren verwerkt met een geavanceerd algoritme. Algoritme! Heb je wel geslapen? Nee! Oké. Het punt is, hij voorspelt misdaden, dus je kunt criminelen op heterdaad betrappen. Heterdaad! Sorry.
ik ben aan slaap toe. Wauw, dat klinkt echt ongelofelijk. Ofwel, ik kan niet geloven dat hij werkt. Het is krimi-tijd. Hiermee bewijst hij ongelijk. Er staat... Vanavond zijn er vandalen actief op school. Tenzij wij ze tegenhouden. Hier waren vandalen. Nou, ik ben niet zo iemand die zegt, dat zei ik toch. Maar hij wel. Dat zei hij toch? Dank je, Flappy. Nou, hey, ik ben blij dat ik me vergist heb. Nu kan ik gadgets op de lijst toevoegen en daardoor stijgen onze kansen echt met een minuut. Fijn, dank je. Van harte, Max. Je komt er nog mee weg ook. Met mijn highlights? Heel natuurlijk, toch? Nee, met dat je Phoebe niet vertelt dat jij die vandaal was op school. Hoe kom je daar nou bij? Je bent er gloeiend bij. Roodgloeiend met al die verf op je handen. Goed, oké. Ik ben erbij, maar ik moest Phoebe overtuigen dat mijn gadgets goed zijn. Anders gaat ze denken dat ik niks bijdraag. Snel op zoek naar het goud. Zoek de kist met het etiket goud. Wie zet er nou goud op een kist vol gestolen goud? Ja, misschien hadden ze weinig tijd om dit op touw te zetten en maken ze er het beste van. Oké, we kijken waar het goud zit. Mam? Ja hoor, gaat goed. Ik en Max luizen Phoebe erin. Ze is zo dom. Colosso? Let maar niet op het mandje achter het gordijntje. Oké, waarom zette jij en Colosso dit in scène? Ik bedoel, tenzij... De krimiradar werkt niet! Hey, wie zijn die twee? Dat doet er niet toe. We moeten van ze af. Laat maar raden, Max. Die twee heb je ingehuurd om het op een echte misdaad te laten lijken. Nee, ik heb deze mannen nog nooit eerder gezien. Colosso, biecht op! Verrader! Waar heb je die losers eigenlijk vandaan? Moet je die stomme pakjes eens zien? Phoebe, nee! Hey! Wauw, zijn nepbaard is nog slechter dan de jouwe. Auw! Oh, die is eigenlijk best wel goed. Ja, want deze gasten zijn... Oh! Echte boeven! Ja, ik heb het ook door. Mijn gelborstel! Hou je zo'n baard borstelen? Vindt hij niet fijn als je eraan zit? Hey, let op. Yes, ik ben de koning van de gadgets. Kun je even de graaf van stil zijn? Hey, ze zijn ontsnapt. Moet ik ze pakken? Nee, laat ze maar lopen. Ja, natuurlijk wel. Tijd om een skill uit te proberen. Hey kleintje, kom je dansen? Is dat een limbo-lat? Een vechtstok! Nu jij en ik. Ik sla die highlights zo uit je kuif. Ja, dat je het weet. Mij hou je niet voor de gek. Ik heb niet de hele dag. Stinkt, hè? Ruik de zool van mijn schoen. Goed zo, Phoebe. Je skill betaalt zich uit. Hey, de krimiradar ook. En daarom zetten we gadgets op ons formulier. Ik ben de koning van de gadgets!